We zijn in de Ziggo Dome en hier gaan we dus blijkbaar lunchen. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Stefan die staat beneden, want die gaat vandaag met de Aventador rijden. Ja, we hebben nog steeds alle twee de auto's, de Urus en de Aventador. Maar we gaan naar beneden, want Stefan die gaat de Aventador meenemen. En we gaan hem naar boven halen en dat wordt nog een dingetje. Dus we gaan naar beneden. Zo jongens, we zijn aan het verhuizen echt heel veel deze week. Dus de lifts zijn echt fucking druk. Ja, ze staan er fucking dik bij. Het is al een, hey. De parkeergarage, je krijgt wel een upgrade. Ja, dat sowieso. Volgens mij, dit zijn sowieso nu de dikste auto's in de garage. Ja, helemaal anders ook lekker matchen. Kijk eens even, jongens. Hohoho. Ja, het ziet er wel echt fucking dik uit, hè? Ja, het is wel echt top, hoor. We gaan de Aventador omhoog halen, maar ik ben ook wel even benieuwd naar de start-up hier in de... Oeh, heb je de sleutel? Nee, natuurlijk heb ik die sleutel niet meegenomen. Okay, Steve, aan jou de taak. Heb je leuke plannen vandaag met de Aventador? De Goldige prank. Dat wordt wel echt leuk. Ja, ik ben echt fucking benieuwd. En Willem gaat mee, toch? Ja, maar we moeten kijken. Willem gaat mee, dus we laten Willem waarschijnlijk gewoon zeg maar, de mooie boy spelen die eerst gewoon gaat doen alsof het een bouwvakker is. Ja, bij ons, kijk, weet je het ding is, bij ons zeggen ze natuurlijk meteen al van, is goed, wij gaan wel mee. Omdat ze het allemaal vinden. Ja, dat is niet eerlijk. Dat daarom, is niet eerlijk. Dus we moeten wel, en als ze dat niet weten, dan denken ze van, oh hé, hey, dat zijn bekende jongens. Dus het is gewoon, weet je, het staat nergens op. Precies, precies, precies. Zo, dit is pijn. Een Batmobiel gewoon. Het is echt een Batmobiel. Maar dit wordt echt een ding. Ja, dit wordt wel echt een ding. Moet je dit wijden? Gaat goed? Ja, daar ook. Ja joh, gaat makkelijk. Nou, hij is bijt hoor. Easy. Hey jongens, zoals je ziet, hij staat weer veilig boven. Naar boven ging echt veel makkelijker dan naar beneden, maar dat is ook logisch natuurlijk. Oh mijn god jongens. Ze zijn aan het verhuizen. Deze staat al heel lang op 20. Deze staat al de hele tijd op 21. Oh Wim. Oh, over je laptop heen. Oh, Wim heeft koffie laten vallen over zijn laptop. En nu? Ja, de laptop doet het nog. Oh, dat wel. Waar ligt hij dan? Oh, je zit ook echt in de les. Oh, wat hoor ik dan? Het valt wel mee inderdaad. Oh, stel dat er koffie over mijn laptop heen vallen. Ik word helemaal gek, hè. Gaat hij niet meer aan? Oh, fuck al. Ja, maar moet je hem juist misschien niet in de oplader doen? Toch? Met als het vocht er binnen zit? Oh, wat kut, hé. Ja, dat is echt heel kut. Jongens, de sleutel van de Lamborghini Urus. Oh, ik heb gewoon zin om er weer in te rijden. Okay. Die Aventador is echt bizar, begrijp me niet verkeerd. Alleen die Urus... Ja, ik weet het niet. Zeg maar... Ah, kijk eens even. Hallo, beukertje. Wat een kanon, hè. Nou, we gaan even richting Amsterdam-Noord. We gaan Marvin ophalen en dan gaan we daarna lekker lunchen bij Van Dam. Oh, die stoelen zijn ook zo dik. Ah, even de start-up sound horen. Zo jongens, ik sta er weer van versteld hoe lekker dit ding rijdt. Maar ik ga het weer zeggen, maar jullie zien het niet, maar er vliegen echt letterlijk gewoon pollen tegen het raam aan. Volgens mij zien jullie dat er steeds niet op camera. Maar goed, het is echt bizar. Maar goed, we zijn bijna bij Marvin en dan gaan we lekker lunchen. Hé, hey, wat een top ding dit, hè. Hé, hey, wat een top ding. Zo, kijk al die pollen. Ik heb echt daar geen last van. Ja, ik dus wel. Ook al klink ik wel zo. Ja, ik heb vandaag mijn medicijntje genomen, helaas. Want er weer sleutel van. Wordt echt, dat heb ik altijd. Als ik een hooikort speel neem, jongens, dan ben ik zo fucking sloom. Dat is niet normaal. Maar het staat ook echt in de bijsluiter van, je wordt heel, heel moe en traag. Ik kan toch ook van hallucineren. Zo. Ja, ik kan wel, hooikort spelen zijn gekke shit, ja. Ik ga meer geld verdienen. Dan ga ik deze kopen, hoor. OnlyFans of zo? Prima. Gewoon een weekje. Gewoon een beetje OnlyFans, kijk wat er gebeurt. Nee, joh, tuurlijk niet, jongen, tuurlijk niet.
Natuurlijk niet. Wat gezellig dat je er bent. Ik vind dit enig dat je mijn Uber bent vandaag. Wat zeg je nou? Zeg je nou, je hebt je vandaag niet uitgesloten met je kleding? Ja, ik heb dacht, ik zal me eerst knap maken voor de mannen, maar ik... Het is het niet geworden. Jawel, Mark. Het is het niet geworden. Jij ziet er altijd goed uit, dat Mark. Dat vind ik heel lief. Jij ook. Jij bent een feestje om naar de kamer te kijken. Oh, bedankt. Jij ook, hoor. Dankjewel. Hey, wat gaan we doen? We gaan even lekker eten bij Van Dam. Oké. Okay. Even lekker bijkletsen met Marvin. Dat vind ik wel heel gezellig. Anders dan aan de deur. Ja goed, hè. Een langer gesprek dan 2 seconden. Ja. Ja, Marvin die staat altijd bij de deur bij de Superclub. Dus ja, en wij zijn natuurlijk vaste gast. Dus wij zien eigenlijk Marvin elke donderdag. Maar we dachten, laten we nu gewoon eens een keer gezellig gaan kletsen weer een keer. Ja, gezellig. Leuk, hè? Weer, meer zit mee. Daarom. Nou, top. Nou, jongens, let's go. Oh, jongens, we zitten hier. Ja, ik moet zeggen, jongens, dit blijft wel echt mijn favoriete tent hier. Lekker auto's kijken, beetje zo lekker, hè? Amsterdam-Zuid, heerlijk, hè? Lekker flaneren, ja. Lekker flaneren. Ja, en lekker eten. En lekker... Huh? Naomi Campbell. Wie is dat? Het is een model. Echt? Oh nee, het is er niet. Oh. Ik wel Naomi Campbell. Oh. ik wist niet eens wie het was, joh. Wil je ook een koffietje? Oh. Wim, ik heb het met je te doen, maat. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie denken natuurlijk wel van... Hey Vincent, jij hebt een leuke Lambo mee in een Aventador en een Urus. Maar hey, waarom krijg ik dus nou niet een keer zo'n vette ervaring? Nou, dat mag wel. Want ik mag van Passion Without Limits 1 tunnelrun weggeven. En een tunnelrun is gewoon, het zegt het al, door een tunnel rijden met een dikke auto. Het geluid horen, beleving... Allemaal hartstikke leuk. Die mag ik gaan weggeven aan één van jullie. En als je deze video vandaag kijkt, ga eventjes naar mijn Insta. Hier staat mijn Insta. En check even wat je moet doen om die tunnelrun te winnen. En je kan ook nog een Lego auto winnen. Ook heel dik. Een hele vette Lego auto van €120 of zo. Best wel een vet ding. Dus ga eventjes naar mijn Insta en check mijn post. En wie weet gaan wij dan samen wel eens een keer hartstikke hard door een tunnel crossen. Dus ga checken. Wij zijn trouwens nu onderweg naar Stefan en we gaan dus die video opnemen met die gold digger, zeg maar gold digger prank. Kijken of het echt werkt of dat in Amerika zeg maar nep is. Kijk, ik denk, we gaan het niet zeg maar echt die prank zelf doen, maar we gaan meer kijken of het dus in scène is gezet of dat het echt is. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Maar goed, we zijn nu hier bij Amsterdams Bos en we gaan checken of het werkt. Nou jongens, daar staat Steve en we gaan nu opnemen. Oh, ik vind het wel echt eng, man. Ik vind het echt een beetje ongemakkelijk en spannend om dat straks te doen. Maar goed, we gaan het zien. Carspotter? Ja. Doe je het al lang? Ja, een tijdje. Ik vind het gewoon leuk, weet je. Als gewoon kikken, die auto's vast. Ja, kikken, ja. Ik weet niet of jullie mij goed zien, want ik heb de lens van Stefan op mijn camera eventjes. Want we zijn nu die prank aan het opnemen. Maar we rijden nu door de PC Hoofdstraat en ik schaam me echt gewoon een beetje dood. Stefan, die staat hiervoor en kijk, hier is die Louis Vuitton winkel, dus allemaal mensen staan in de rij. En wij rijden hier dan zeg maar met onze Lambo of zo, maar ja, het is gewoon een beetje ongemakkelijk of zo. Ik hou hier totaal niet van. Ik hou eigenlijk helemaal niet van het flexen en zo, zeg maar helemaal niet met spullen die niet van mij zijn. Want dit is niet mijn auto, maar vervolgens kijkt iedereen me aan en zo van, hey, what the fuck zijn die guys in de Lambo aan het doen? En het is wel lekker weer. Ja. Wat een einde, het is wel lekker weer. Maar goed, het is wel lekker weer, ja. Ga gassen! Gas! Hij blijft echt zo hard, hè. Nou jongens, wij hebben net de prank opgenomen. Het resultaat is echt hartstikke leuk. Dus je moet even naar Stefan's kanaal gaan, dan kan je de video zien. Het was ook heel ongemakkelijk, maar ja, hij gaat. Oh ja. Kijk dan, vleugeltje. Oh, hey, dikke. Ik heb gewoon 4 uitladen. Ja, het is echt niet normaal. Ja, sorry. De prank is geslaagd. Het was echt vet. Was het. Ja, dat was echt leuk. Ik zei net ook al, je moet even naar Steve's kanaal. Dus er gebeurde echt iets heel grappigs. Goed. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Ah, leuk zeg. Jongens, moet je eens eventjes kijken. Buiten is het mooi licht, een beetje zo van golden hour. En we willen eigenlijk daar, over het dijkje... Daar in het landschap willen we eigenlijk even vette droneshots gaan maken van de Urus. Dus hier zijn de droneshots.
Zo jongens, die droneshots waren echt niet normaal lijf. Maar kijk, ook als je dus kijkt naar de lucht, het is ook perfect mooi licht om nu te filmen. Er kwam zo'n man naar me toe die zegt zo van, je mag hier niet vliegen, er vliegen hier vogels. Maar ja, overal vliegen vogels, dus je mag gewoon hier gewoon vliegen, er is helemaal geen beperking hier. Maar goed, jongens, dat waren de gelijpe shots van deze bak. Oei, daar gaan we. Het moment van de waarheid. Maar dit... Dit monster heeft sap nodig. Maar, dit is dik. Oh, een carbonne tankdop. Ik wist niet dat je zo vrolijk kan worden van een... Supreme, er moet Supreme in. Kijk, ik ben dus... Hoeveel is het per liter? 2,5. 2,5. Oké. Okay. Ik ben benieuwd hoeveel liter je ingaat. Oké, okay, we zien jullie zo terug. Oké. Still going strong. Je zit op... 90 euro. Ik vind het wel mijn leukste bezigheid met deze auto's tot nu toe. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt leuk. Hoe vind je bankpas het? Ook leuk. Besef, ik ben nog nooit over 120 gegaan met mijn eigen auto met een volle tank. Pik, hoeveel zuigt dat ding? Zo, 50 liter al. Ik denk dat er 60 in gaat. Ik denk 59. Maat. Oh. Zo. Zo. Leuk hè, 2 dagen rijden. 160L. Oh. 63 liter. Ai, yo. Een hele goede morgen, jongens. Ik ben snel de deur uitgegaan, want ik heb een hele leuke meeting op de planning staan. Samen met mijn manager. En het is voor muziek en het is echt wel een hele vette meeting. En ik weet niet of er iets uit gaat komen, maar het is gewoon sowieso heel vet dat ik daar mag komen. Maar ik heb dus laatst mijn demo's, mijn nummers gestuurd naar dat bedrijf. En zij waren enthousiast. En ze zeiden van, hey Vin, kom een keer op kantoor. Laten we elkaar leren kennen. En misschien kunnen we wel iets leuks voor elkaar betekenen. Dus hartstikke vet. En ik heb er echt hartstikke veel zin in. Dus ik ben er nu onderweg naartoe. Het is in Amsterdam-Noord. Maar misschien is het een beetje fout als ik op een meeting kom met een Lamborghini Urus. Zo van, ik heb eigenlijk helemaal niks lijps meer nodig. Want ik heb een Urus, maar dat is niet zo natuurlijk, hè. Maar goed, we zijn er bijna. Daar staan we, jongens. Geer, daar ga je. Daar ga je. Hey. Wat lach, jongens. Kijk, je kan gewoon karaoke zingen in de lift. Werkt hij ook, hè? Hallo? Hij werkt. Hallo. Hey. Ik heb net de meeting gehad met dus het bedrijf waar we de meeting mee hadden. Ik ga even geen namen noemen. Maar jongens, het was een hele goede meeting. En dit is echt heel nice voor mijn muziek. Helemaal voor mijn muziekcarrière. Dus ik ben gelukkig en ik ben blij. Dus dat is echt top, jongens. Ik ben blij. Dit is echt top. Ik ga jullie later meer erover vertellen. Pa in de lift, want Stefan de Vries is beneden om de event erdoor op te halen. En trouwens, ik had in mijn vorige tunnel Avantador met een A, maar het is met een E. Aventador. Ja. Ja, dat wist ik. Maar... ik deed het expres. Daar is de ophaalservice weer. Oh, Steve, ik heb hem trouwens opgeladen ook voor je. Dus je kan gewoon, als het goed is, kan je nu 200 kilometer. Ik chill vind aan die elektrische auto's dat ze zo, gewoon zo stil zijn. Ja, fucking chill. Ja, dus kijk, als ik die motor nu bijvoorbeeld aan zou doen. Dan hoor, zeg maar, als je dus inderdaad nu de motor start, jongens, dat is het chillen van elektrische auto's. Dan hoor je zeg maar ook niet het geluid, want meestal hoor je dan zoom, weet je wel. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Maar... nee, je hoort serieus helemaal niks als je hem opstart. Dan is het gewoon, zeg maar, prima te doen. En als je gas geeft, dan is het ook... laatste paar kilometertjes in deze auto. Want we zijn nu onderweg naar Utrecht. Nou ja, Willem die rijdt achter mij in mijn auto. Stefan is, als het goed is, al iets verder hier. We rijden nu op de A2. Maar we moeten de auto's helaas terug gaan brengen. En wat was het lekker, hè? Jongens, kijk, weet je, er zijn waarschijnlijk ook mensen die gewoon naar deze video's kijken en denken van ja, hoe kun je nou zo hyped zijn over een auto? Nou, ik ben gewoon een autofreak. Ik hou gewoon zoveel van auto's en ik vind het gewoon echt fucking leuk. Maar goed, we gaan ook nog eerst eventjes langs het bankzitterskantoor. Gaan we gewoon eventjes gezellig langs. Steve die had daar afgesproken met, ik weet echt geen idee. Maar we gaan richting het bankzitterskantoor en die is in Utrecht en deze auto's moeten we ook weer terugbrengen in Utrecht. Maar jongens, helaas moeten ze weer weg. En de laatste paar kilometers gaan we ook nog eens eventjes lekker doorbrengen in de regen, jongens. Oh, wat ga ik dit stuur missen. 57 euro voor 20 liter, bizar hè. 2 euro, bijna 2,80 euro. Bijna 2,80 euro, ja. Pik, het is niet meer leuk. Maar hij niet meer leuk als de benzine duur is, hè. Ja, dat is waar. Maar de rest ga ik gewoon tanken daar bij dat ding. Maar dat is goedkoper, jongens. Langs de snelweg moet je nooit tanken, want het is altijd veel duurder. Het is wel kop, hè, zo deze auto. Ja, kijk, het is wel echt zo matchy zo, ja. Kijk, Willem rijdt hier voor mij in mijn auto, maar het ziet er echt wel leuk uit.
Zeg maar, je ziet je eigen auto bijna nooit zelf rijden, zeg maar, van de buitenkant. Dus het is echt wel eens een keer leuk om dat te zien. Vind ik gewoon leuk. Moet je nou eens even kijken wat een leuk groen ding het is. Nou jongens, daar staan ze weer naast elkaar. We moeten helaas afscheid nemen van deze mooie auto's. Maar we hebben een hartstikke leuke 3 dagen gehad. En check eventjes mijn post die vandaag online staat. En ga even checken wat je moet doen om een tunnelrun te winnen in een van deze dikke auto's. En je kan ook nog een hele vette Lego auto winnen. En dat is ook wel een hele dikke prijs. Dus als je van Lego houdt, ga checken. Nou, daar zitten we weer, Steve. Zonder... We hadden het over een hele knappe meid. Laat het weten in de comments wie je denkt dat dat is. Oh. Laat het weten in de comments. Nee, maar ja jongens. Misschien was het wel die van de Gold Digger prank. Ja, misschien wel. Dat vond jij wel leuk, hè, Steve? Misschien gaat ze zich opgeven. Leuk dingetje. Ja, ik heb dus helemaal niks van het nummer. Nee, eigenlijk moet je zet het op je Insta. Degene die in mijn Goldinger opeens opstilt, stuur me een DM. Of is het een beetje smerig? Nee, maar ze had gewoon een vriend ook. Oh ja, dat kan niet. Dat misschien is ze al geslaaid. Ja, dus misschien... ik ga nu de DM sturen. Ja, inderdaad. Misschien is ze al wel gewoon geslaaid. Je weet het niet, hè, Steve? Ga even kijken. Maar jongens, van een Lamborghini Urus naar mijn eigen BMW, lekker achterin, ook een topding. Maar jongens, we hebben een hele leuke 3 dagen gehad met die auto's en ik wil sowieso Passion Without Limits bedanken. Thank you. Hey, shout out to Passion Without Limits, man. Yes, yeah, shout out naar Rob. Dit zijn unieke beelden. Vind je, wat ben je aan het doen? Ik doe afwas. Kijk, wat je doet, je pakt zo'n borstel en gaat zo een beetje heen en weer. En als het goed is, gaat het dan vanaf. Het is echt een wonder hoe dit werkt. Kijk. Maar het lijkt alsof je dit wel eerder hebt gedaan. Jongen, ik heb op de hotelschool gezeten, dus ik heb vroeger heel veel... Dan moest je in de afwas staan en dan moest je zelf koken en zo. Dus ik kan het allemaal wel. Maar ik doe gewoon alsof ik het niet kan, zodat ik het niet hoef te doen. Maar, oké. Kijk, en de vaatwas is vol, dus dan zet het hier neer. En dan ben ik klaar. Want ik doe wel een beetje open. Zo ben ik dan ook wel weer. He, geen loze putten. Loze putten. Film je? Staat hij ook aan, man? Ik ben zelf aan. Wat, staat hij aan? Ja, volgens mij wel. Staat hij aan? Je hebt hem net zelf aangezet. Wat? Weten. Staat hij aan als het rode lampje knippert? Met rek. Ja, dan staat hij aan. Rek? Hé, hey, jongens! Wij zaten een TikTok te maar kijken. Maar staat hij aan? Kijk ja. Wij zaten een TikTok te kijken waarin twee mensen zeg maar een grote slok water in de mond doen en vervolgens om de beurt op elkaars bank gaan slaan. En wie als eerst het water uitspuugt, die verliest. Help me aan. Neem een mooie teug water. Ja. Oké, nou, poging 2. El, wat is de bedoeling dat jij op een gegeven moment gaat slaan dan? Ja, nou, fysiek. Moet je terugblazen. Ja, zullen wij? Nee, maar dit wordt echt rammen, Oké, nou jongen, die van mij en Willem, die ga je zien op TikTok. Ga naar TikTok. Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Kijk eens eventjes wat hier gebeurt. Kijk eens eventjes. Er worden gewoon eitjes voor ons gebakken. Lekker. Hey Wim, wat hebben we dat goed voor elkaar, zeg. Mooi. Zo, dat is een mooie boot. Leg dat maar even neer zo. Jeetje. Kijk jongens, ik ben er dus een beetje achter gekomen dat ik heb een gesprek gehad met een diëtist. Die zei tegen mij van, yo luister, alles wat jij zeg maar, dat vet een beetje wat hier in je gezicht zit, dat is zijn koolhydraten. Voor mij zijn koolhydraten gewoon niet goed. Daarvan val ik veel, kom ik veel aan. Dus, een eitje met alleen tomaten. Dit is gezond. En kipfilet. Oh ja, en kipfilet zit eronder. Heerlijk jongens. Nou, dan ga ik lekker opeten. Dan ga ik straks even Ella wegbrengen. En daarna heb ik een heel erg leuk soort van meeting, lunch, samen met alle ambassadeurs van Coca-Cola. Dus het wordt ook heel erg gezellig.
En ja, dat is een beetje mijn dag. Ik ben nu onderweg naar de lunch van Coca-Cola. Maar blijkbaar moet ik naar de Ziggo Dome parkeerplaats komen. En daar gaan we dan met die andere auto's, denk ik, ergens anders heen. Ik weet het ook niet. Ik dacht, we moeten daar gewoon zijn en daar was het. Maar ik moet er om 1 uur zijn. En ze zei, schiet op, want we gaan zo weg. Dus ik heb geen idee wat het allemaal inhoudt. Hoi, kort. Ik wilde zeggen, ik heb geen idee wat het allemaal inhoudt, maar ik ben hartstikke benieuwd. Dus jongens, we zijn er bijna en dan gaan we het zien. Daar is het goed. Oké, okay, jongens, we zijn dus in busjes gestapt. Ja, we gaan naar het kampvuur, Temptation. Ja, Temptation Island. Wat is dit dan? Hoi, dankjewel. Hallo. Opeens allemaal busjes. Kijk eens even wat gezellig. We zijn in de Ziggo Dome en hier gaan we dus blijkbaar lunchen. Lekker, hè? Nou jongens, van een lunch staan we opeens met z'n allen in de lift. Geen idee waar we heen gaan. Oh! In de lift. Hey, mooi. Wel grappig dat je dan zo nu een keer gewoon over de Ziggo Dome loopt, over die zaal. Daarover in. En dat het helemaal leeg is, joh. Niet normaal. Ja, ja, ja. Dat we toch gewoon een keer, ja. We moeten het wel een keer bekend gaan maken. Wij staan dus binnenkort, datum nog niet bekend, hier in de Ziggo Dome. Achter de bar. Achter de bar, oh ja. Waar moet er nou heen? Hier zijn de korven. Maar jongens, het is wel vet om zo te zien hoor, de Ziggo Dome, helemaal leeg. Maar Koen gaat hier een keer streamen. Hey, dankjewel. Jij wel, dat vindt hij lekker, dat vindt hij lekker, kom maar. Ja, wil je lekker een stokje in je mail? Kom maar, dat vind jij lekker, doe maar. Sop joh! Nee, dit is een tomaatje. Dat heb ik al gehad. Met truffel, dat vind je lekker. Ik heb nog een hele lekkere. Dames en heren, jongens, meisjes, het is nu vrijdag, dus ik ga de vlog afsluiten. Vond je het nou een leuke video? Laat dan een duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!